Ja, bij die man, Ronald, serieus, heb ik mijn eerste zoen gehad. Echt waar? Onder de man. Komt er een anekdote van jou als... Daar komt zomaar in een anekdote uit de losse mouw. En dat heeft ook een beetje te maken met waar we nu naartoe gaan. We gaan naar een dansschool toe. Ja. En dat was na een dansavond. Oh, dat is romantiek. Ging we een stukje wandelen. Oh. En bij de molen heb ik gezoend. En weet je nog mijn hoe ze heet? Allereerste zoen. Ja, maar dat ga ik niet zingen op televisie. Maar goed, ja, wij zijn dus... Ja, dansschool, okay. Hè? Ja, wij zijn dus bij een dansschool. Ja. Alleen toevallig. Want wij hebben een berichtje gehad. Jolien is 7. Ja. Heeft op dit moment dansles. Is een heel groot fan van Expeditie. Ja. Ze ziet ons ook wel eens rijden, maar ze durft ons nooit aan te spreken. Oh, dat vindt ze dus spannend. Dus nou hebben wij zoiets van, weet je wat, dan zoeken we Jolien hem op. Is nog maar 7 ook, hè? Dat je dan al op dansles zit. Ja, maar ik moest ook al heel vroeg op dansles. Maar toch niet met 7? Nou, dan zat je toch in de brugklas als je naar dansles toe ging? Ik was 4. Ja, dat begon bij ons al heel vroeg. Op je 4e al naar dansles? Ja, 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 ja. Wat voor dansjes werden dat aan? Nou, gewoon... Zakdoekje leng. Freestyle dansen op de klas en zo. Oké, okay. Want ik ben ook wel even nieuwsgierig naar de dansles. Hoe dat tegenwoordig gaat. Zeker. Hoi. Hoi. Ronald? Oh! Geef niet hoor. Geef niks, hè? Nee. Je bent van de dansschool? Ja. We kregen een mailtje over Jolien. Over Jolien? Ja. En die man nou aan dansen wezen naar schouder is. Groot fan van ons programma. En we hebben zoiets van, we gewoon Jolien is even verrassen. Maar ik ben eigenlijk ook wel even nieuwsgierig naar de dansles. Nee? Oh, kijk eens aan. Zit hier Jolien bij? Nee, hè? Of zijn er meer groepen of zo? Ja, boven. Ja? Zijn hier of niet? We hebben Jolien gevonden. Nee. Jolien, ik kom voor jou. Hallo. Hi. Ik begreep dat je een heel groot fan bent van Expeditie Grun. Ja. En dat je hier vandaag aan het dansen bent. Ja. Ja. En dat je de bus ook wel eens ziet rijden en dat je een beetje eng vindt om ons ook aan te spreken. Klopt dat? Nee. We hebben hem vorige keer toch gezien bij de oude ramen. Stonden we naast hem, hè? En toen wou ik op het raam kloppen. Toen zei: doe maar niet, mama. Ze vond het heel eng. Oh. Vind je dat heel eng? Nee. Nee? Nee. Nee. Dus ik dacht, dan ga ik maar eens een keer naar jou toe. En je gaat straks dansen. Ja. Ja. Hoe lang zit je al op dansles? 3 jaar, denk ik. Ja. Dat denk ik ook. Dus je bent op je 4e begonnen? Ja. Ja. Net zoals de cameraman, die was ook 4 toen hij op dansles ging. Ja, ja. Dat is heel normaal. En wat vind je zo leuk aan dansen? Nou, ik vind het leuk als ik steeds nieuwe dingetjes leer. Ja. Mogen we straks bij jou in de dansles kijken hoe het gaat? Ja. Vind je dat goed? Ja. Ja. Het bestaat nog, de ouderwetse dansles. De quickstep en zo. Ja, dat bestaat ook nog. Dus wanneer je hier bij dansplezier bent, is de helft van de dansers zeg maar nog het oude dansen, zoals jullie dat dan noemen. Stijldansen, maar dan in combinatie met salsa, maar ook ladyswing. En de overige helft, de andere helft, is allemaal jeugd. We zijn in de dansles beland van Jolien. Dat klopt, ja? Dat klopt. Wat voor dans is dit straks? Wat zien we? Hoe heet dit? Dit is cheer pom. Dus we gaan straks met van die leuke zilveren dingetjes in de handen dansen. Maar we gaan eerst starten met de warming-up. Ja. En dan ga ik de dans een beetje uitleggen. En dan komen de poms erbij. Mij valt het aantal kinderen op. Ja, er zijn helemaal in. Allemaal dames, geloof ik. Tenminste, nou, we hebben ook heren. We hebben ook een aantal heren. Oh ja, daar zitten ook de heren zitten er ook tussen. Klopt. Jolien, waar is Jolien gebleven? Jolien? Nou, kom er nog even bij, want jij gaat straks de dansles in. Dan gaan we nog even kijken. Het was best wel spannend zo, hè, allemaal, hè? Ja. Doe straks heel goed je best. Je zegt zeker niet waar ik stond, omdat er zoveel kinderen zijn. Omdat er inderdaad en ook zoveel meisjes zijn. Maar ik heb je toch gevonden. Huh? Ja. Ja. Hey, heel veel succes met de dansles. Nou, we gaan eerst even beginnen met de warming-up. En dan gaan we gelijk een stukje dans aanleren. Goed? Moet ik meedoen? Mag, hoeft niet per se. Oké. Nou. Doe maar niet erop. Dat doe ik er niet. Nee. Hoeft niet per se. Draaien, arm, rond, 2, 3, 4 en hoog, 2, 3,
4. Hand op je rug. En een hele mooie buiging, hè? Ja. En dan gaan we op achteruit. Op een handje. Wil je nou nog meer video's zien van RTV Noord? Abonneer je dan hier en vervolgens kun je de video's dan aan deze kant weer kijken. Veel succes. Mooi.